Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pocket 5. Vandaag hebben wij een experiment waarbij ik dus even benieuwd ben of het nou een dingetje is of niet een dingetje. Want wij gaan namelijk deze mooie fantastische muis van Mountain, de Mountain Makaloo 67, reviewtje staat hier rechtsbovenin. Gaan we dus even testen of dit echt een beetje waterproof is, want ik heb een comment of een reactie gekregen van Chromo. Die zei van, nou, als je zweethandjes hiermee krijgt, dan is hij meteen al kapot en wordt alles geëlektrocuteerd en is alles helemaal kapot. Dus ik dacht, ik ga het gewoon lekker even testen en een hele overdreven scenario even schetsen. Dus ik heb hier een bakje water, een goed gefixt groot bakje water en meteen al een handdoek onder de muis, want Melanie die had geen zin in nattigheden hier, hoor. Op andere momenten wel, hoor. Maar dus we hebben het bakje water, we hebben de muis hier. Dus stel nou, jij bent in weet ik wat voor tijdperk en je hebt zoiets van, net zoals eten, ik doe gewoon... Je gaat gamen, zeg maar, dan... Lekker zo, ja, ja. Oh, ik wil wel weer even een slokje. Zo kletsen en dan ga je weer lekker gamen, niks in de hand. Oh, nou, ik wil nog wel een slokje. Zo, kletsnat. Lekker gamen. Nou, hij doet het nog. What the fuck? Ik wil maar eens gewoon helemaal overheen gieten, maar dat doe ik wel niet. Ik ga gewoon hands deep hierin. Het overloopt al een beetje. Sorry, Mel, voor je bro. Alsnog. En dan klets. Lekker nat. Oh, zie dit gewoon. Oh, nattigheid hierin. En de muis op het schermpje. Hij doet het nog. Hij houdt nog goed vol. Ik ben daar best wel... Het is best wel indrukwekkend. Dus, oftewel... Die gaatjes in je muis, dat maakt helemaal geen ene reet uit of het nou iets tussenkomt of wat dan ook. Zweet doet sowieso niks. Maar ja, wie zweet er zoveel met de handen? Ik denk niet dat iemand dat heeft. Kijk hoe kletsnat dat ding is. Kijk gewoon overal hoe nat die is. En als we naar een muisje kijken hier, oh. Het doet het gewoon allemaal nog. Hij gaat nog gewoon door. RGB-verlichting doet het ook nog. Het is gewoon niks aan de hand. Zit er überhaupt wel wat in? Er zitten een paar druppeltjes binnenin die gevallen zijn. Maar het valt allemaal nog best mee en hij werkt gewoon nog steeds. Dus oftewel, die lichtgewichtmuizen, althans de Mountain Makaloo 67, helemaal geen probleem. Jij kan gewoon klets, bam, handen, water uit je hand drinken, krrr, dan plets, zo op die muis gooien en niks is aan de hand. En jij kan gewoon lekker doorgamen met die kletsnatte hand. Of je hebt zoiets van die zomerdagen, morgen wordt het alweer 20 graden. Nee, inmiddels is het dan, wanneer ik dit upload, alweer niet die morgen, maar... Wordt het allemaal weer warm. En zweethanden heb je geen zin in. Klets in die water. Klets op die muis. Het maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal. Hij doet het nog steeds. Dus dat is hartstikke top. Dat hij kan niet gaan. De mid is... Wat? Ik gebruik deze muis toch wel dagelijks. Als we het erover gaan op een andere muis. Want ik vind deze best wel fijn. Maar dit is gewoon even de test van... Maakt het wat uit of niet? En ik kan jullie zeggen, het maakt helemaal geen ene reet uit. Water, zweet, weet ik veel wat. Zolang je niet dat ding onderdompelt in het water, is alles waarschijnlijk gewoon hartstikke prima. Want ik denk als ik dat ding hierin stop, dat hij geen goede tijd heeft. En ja, dat was dus de video. Dus dankjewel voor het kijken. Als je het leuk vond, doe ik het duimpje omhoog. En ik zou zeggen, als je nog hele briljante, leuke nog ideeën verder hebt, laat ze natuurlijk even achter in de reacties hier beneden. En tabé. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.